welkom in mijn kleedkamer. Ik ben Chantal Jansen. Ik speel sinds juni de hoofdrol in de musical Saturday Night Fever. Ik speel de vrouwelijke hoofdrol die van Stephanie. En dat doe ik dus al een paar maanden. En ik vind het heel erg leuk. Ja, ik ben nog heel erg jong, dus ik vind nog alles fantastisch hier. Ik ben pas 22. En ik ben heel erg blij dat ik deze kans heb gekregen. Dat is waar. Nou, allereerst was het, ik schreef die brief omdat ik de musical The Phantom of the Opera had ik al 9 keer gezien of zo. En dat is heel veel natuurlijk. En toen had ik gewoon geschreven dat ik het zo fantastisch vond, die musical, en dat ik het later misschien ook wel wilde doen. En toen schreef ik, nou, ik was toen 13 trouwens, hè? Ik was geen 10. En toen schreef ik dat ik over een jaar of 20 of zo nog wel eens een keer terugkwam om auditie te doen. Nou, dat zijn dus heel veel jaren eerder geworden. Nee, dat was gewoon helemaal niks. Dus toen hebben ze mij moeten... Nee, natuurlijk. Nee, wat ook zo is, het is ook niet zo dat ik dit als enige kan in Nederland. Absoluut niet. Het was gewoon zo, ik paste bij Joost. Je bent altijd afhankelijk van bepaalde dingen waar jij niks aan kan doen. Want sowieso, het frustrerende aan het musicalvak is elke keer auditie doen. Je wordt afgewezen. Dan is het eigenlijk nooit om je talent, maar omdat je er niet in past. Dus ik paste gewoon hierin. En natuurlijk moet je talent hebben, dat is zeker. Maar ja, het is allemaal zo samengekomen en het is goed gekomen.